Hallo, HDW heeft een nieuwe lijn motoren uitgebracht, de 5-reeks en de HPS2. En daarom hebben wij ook een serie van nieuwe instructievideo's voor jullie gemaakt. Dat als je een van deze nieuwe motoren hebt, dat je goed weet hoe je daarmee kunt werken. De belangrijkste verschillen met de vorige lijn is dat het gewicht een stuk lager is. Ze wegen nu nog maar 2,5 kilo. En dat er meer memoryfuncties beschikbaar zijn op de Imperials 5 en überhaupt memoryfuncties op de SPR 5. Je ziet dat er een aantal knoppen zijn toegevoegd. Een van de belangrijkste verschillen met de Hyperios 4 is dat je hiermee eerst de motor activeert. Daarna kun je met de play-knop op start duwen en dan gaat de frees draaien en begint hij ook te sprayen. Hiermee regel je de toeren, handmatig, tot 40.000 toeren. Aan de zijkant zie je drie memory functies. Door daarop te duwen springt hij automatisch naar een voorgeprogrammeerde stand. Wil je liever een andere stand dan de drie voorgeprogrammeerde standen, kun je je frees instellen op het aantal toeren en de knop inhouden tot hij knippert. En dan is hij ingesteld op het nieuwe toerental. Deze knop kun je het lampje mee aan en uitzetten. Hiermee zet je de spray aan en uit. En hiermee laat je de motor linksom of rechtsom draaien. Deze knop gebruik je ook als je het freesje wil wisselen. Wil je de spray bedienen, kun je met deze knop meer en minder water regelen. En mocht je nou helemaal geen spray willen, druk je hierop en heb je geen spray. Als je klaar bent met werken en je drukt op de uitknop, gaat het apparaat zich leeg sprayen om te voorkomen dat er vocht in het handstuk komt. Dus dat duurt wat langer. Dus als je freesje wil wisselen tijdens het werken, gebruik dan alleen deze knop. En dat is eigenlijk de werking van het apparaat. Zoals je ziet, is het recht toe recht aan en vrij simpel. Nu gaan we kort kijken hoe je het apparaat wekelijks moet reinigen. Voordat je begint met werken, is het natuurlijk van belang dat je het water in het reservoir doet. Gebruik je voor altijd gedemineraliseerd water van een groothandel. Die van de supermarkt is niet fijn genoeg. Aan de zijkant haal je het potje eruit en je vult die met het water. Wanneer je na een behandeling bij gaat vullen, gooi dan altijd het potje even helemaal leeg en maak het kort schoon van binnen. Kan eventueel vuil ingekomen zijn en als dat daarin zit, er zit wel een filtertje. Maar kan het ook in je systeem komen? Dat zou jammer zijn. Het waterfiltertje vervang je één keer in het kwartaal. Dat doe je door hier af te schroeven en de nieuwe er weer op te schroeven. Er zit standaard één extra filtertje geleverd bij je motor. Je schroeft het potje weer dicht en kunt van start gaan. Aan de achterkant van de motor kun je hem aanzetten. Je ziet dan bij dit model aan de voorkant een lampje branden. Als je niet aan het werken bent, adviseer ik om de motor altijd uit te zetten aan de achterkant, zodat er niet continu spanning op staat. Het reinigen van het apparaat adviseren wij hem altijd met lage alcoholdoekjes te doen. De kast en de slang en het handstuk zijn van kunststof. En kunststof wordt broos en gaat breken en wordt geel als je dat met alcohol schoonmaakt. Dus daarom gebruik ik altijd alcoholvrije doekjes om hem te reinigen. Kun je gewoon afnemen en dan het residu kan er langzaam vanaf. Eenmaal per week maak je ook het handstuk van binnen schoon. Zet hiervoor de motor eventjes uit. Aan de achterkant heb je twee gereedschapjes. In eerste instantie draai je deze open. Maak je hem los. En dit kun je vast aan de kant leggen. Je controleert of de vintering mooi schoon is. En daarna is het niet nodig, kun je dat reinigen met een tandenborsteltje. Je haalt de spantang er ook uit. Zet de ring erom die hem vasthoudt. Schroevendraaier erin. Je draait hem zo los. En ook dit kun je weer schoonmaken met een tandenborsteltje. Ga vooral niet hier fel in duwen. Merk je nou dat het filteringetje vies is, kun je dat gewoon met een pincetje eruit halen. En je doet er een nieuwe in. Kun je ook weer aanduwen met een pincetje. Dan zet je de ring er weer op en je draait hem weer goed vast. Vast is vast. En daarna zet jij deze
er ook weer op. Het apparaat geeft zelf aan, door middel van dit lampje, wanneer je deze ring moet vervangen op basis van het aantal draaiuren. Dat is ook een nieuwe functie van de nieuwe modellen. Kun je er gewoon zo uithalen en dan pak je een nieuw ringetje en die stop je er zo weer in. Dit zorgt ervoor dat er geen terugspattend vocht in je handstuk komt en houdt je motor dus in goede conditie. Er komen 10 ringetjes bij, een nieuwe motor. Wij zien graag dat die ook op zijn aan het einde van het jaar. En dat is eigenlijk alles wat er nodig is om met deze motor fijn te kunnen werken. Dat was de uitleg van de pedicure motor. In ieder geval van harte gefeliciteerd met je nieuwe aankoop. We hopen dat je er veel werkplezier van mee kan hebben. Mocht je nou alsnog een vraag hebben, schroom dan niet om ons te bellen of te mailen. We staan altijd voor je klaar om je op weg te helpen.